Nee, dat komt eigenlijk via het leven. Hier was Marianne, die woont toen nog bij ons ook. En elke dag heb ik wel last van mijn rug, gevoeld had, of een last van mijn enkel, van mijn knie. Ja, maar je kunt misschien wel een beetje ziek zijn, zei Marianne, maar ik ben nog niet dood. Dat was, elke morgen was hetzelfde. En toen is ze daar een liedje over gemaakt. Emil de muziek schreven en Marianne de tekst. Nou, en daar is ik vier het leven liever hier, dus ik val over een bananenschil en ik val van een barkruk en in plaats van een Aspro pak ik een Viagra en leg een verkeerde pil op de... Het is een beetje komisch. Er zit altijd wel iets achter in het liedje met mij, meestal. Kijk, vroeger was ik voetballer en toen zei ze wel eens, ja, het is toch knap voor jou dat je eruit gekomen bent, uit de kast bent gekomen toen je nog voetbalde. Ja, ik heb nooit in de kast gezeten, want dat is ten eerste veel te donker en ik ben bang in het donker. Maar ik vind zo'n onzin. Ik heb gewoon altijd ben altijd mezelf geweest. En ik zal iedereen adviseren, ook nu in de voetbalwereld of waar dan ook, doe gewoon, leef je leven, want doen ze het nou niet vooruit komen, komen ze er over 20 jaar vooruit. Dus dat maakt helemaal niks uit. En wat een ander zegt, jongens, ja... Maar maak het uit wat een ander zegt. Het is jouw leven. Ik heb maar één leven en daar moet ik optimaal gebruik van maken. Ik ben toch bezig, want anders vergeet ik het te zeggen. Ik krijg dagelijks tientallen mailtjes, of Kees, dagelijks tientallen mailtjes. Van kinderen die kanker hebben, de ouders die een bericht sturen, die ook de lach kennen, de kinderen van 7, 8 jaar. Nou, ik ga regelmatig naar het ziekenhuis, dan loop ik op de kinderafdeling, die allemaal kanker hebben. En dan zie ik ouders van 7, 8 die leidzaam toe moeten zien dat ze de kind gaan verliezen. Want niet elk kind wordt gered, er gaan ook kinderen dood. En dan kom ik uit het ziekenhuis en dan heb ik weer een voldaan gevoel. En dan denk ik, Jezus Christus, maak ik mijn eigen nou druk over zingen. Of over dat ik vandaag niet kan eten of maar 1 blouse kan kopen of 10. Nee, jongens, schei uit. Ben gezond en leef je leven, want je weet het nooit. Hè? En zonder gezondheid kun je helemaal niks. Nee. Dus dat vind ik wel ontzettend belangrijk. Dat houdt me ook op de benen altijd. Ja. Ik ben een bevoorrecht mens dat ik gezond ben. En de rest wat er allemaal komt, ja. Dat we nou niet kunnen zingen, ja. Als ik allemaal maar niet zingen, dan zingen we maar thuis. Die mensen die thuis zitten, de oude mensen, daar is het erg voor. Die hele leven gewerkt hebben. En die nou gewoon 4 maanden binnen moeten blijven. Dat, hè, in het laatste stadium van het leven dan niet meer leuke dingen kunnen doen. Dat is erg. Niet of je homo bent of nee, niks.